En dan gezeik over die hermelijnen mantel. Dat vond ik ook zo'n voorbeeld. Dat ik denk van, jongens, heb je niet meegekregen dit jaar? De hermelijnen mantel. Wat Willem-Alexander zei, dat ding is 200 jaar oud. En toen kwam er een wetenschapper uit Zwitserland. Die zei, wacht, ik heb hier een bonnetje uit 1948. Dat ding is in 1948 nog helemaal gerestaureerd. We hebben nog allemaal nieuwe hermelijntjes erin zitten kloppen. Helemaal zo. Die gaan er levend in, hè. Dan slaan ze met zo'n hamertje, slaan ze die zo... Ja, ja. De rest daaromheen, dat is Angora. Dat drukken ze gewoon eraf. Maar dit... En ik vond het zo ongemakkelijk dat Willem-Alexander toen zei... Ja, maar dat is een echte... Nee, dit is 200 jaar oud. Letterlijk zei hij, wij hebben die mantel uit de oude doos gehaald. Vandaar dat mijn moeder er af en toe wat ongemakkelijk bij zat. Nee, dat heeft u niet gezegd. Nee. Kom op, u heeft het zelf ook meegemaakt, dat ongemakkelijke, met het koningslied. Het koningslied, we waren ineens saamhorig door andermans ellende, dat was het. Trouwens, vergeleken bij dat laatste nummer van Borsato was dat koningslied zo slecht nog niet, hè? Maar het was weer dat geparfumeerde populisme van de wee van Willem, de wee van Willem. Jongens, we zitten in een crisis. Eén vinger is meer dan genoeg. En dan vieren we dat het koningshuis 200 jaar geleden is aangespoeld. En toen waren ze ook ineens van Duitse bloed. En ze waren ook ineens van blauw bloed. Dat is toch geen traditie? Nou ja, in Scheveningen natuurlijk wel. Als er iemand aanspoelt, daar is het meestal een Duitser, dat wel. En hij is ook meestal wel blauw, dus dat klopt wel, ja.